Dames en heren, welkom bij dit webinar over Good Habits en de leercultuur. Er druppelen nog een aantal mensen binnen. We wachten ongeveer 30 seconden voordat we naar van start gaan. Kijk alsjeblieft even naar de huisregels, zodat we weten hoe we dit zo succesvol mogelijk kunnen doorlopen. Dankjewel alvast. Yes, hallo allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Welkom bij het webinar over de leercultuur en Good Habits. Mijn naam is Tim van der Voorle, coach bij Good Habits. En ik help organisaties dagelijks bij het inzetten van onze middelen bij een digitale leercultuur. Wat gaan we doen? We gaan jullie eerst even vertellen hoe wij dag in dag uit bezig zijn met het bouwen aan die leercultuur. Daarna, in deel 2, laat u vooral een paar praktische middelen zien hoe wij daar ook aan ondersteunen. Ik doe het niet alleen. We hebben namelijk Lisa bij ons. Zij is onze moderator. Dus als je vragen hebt over je verbinding of vragen hebt aan ons, plaats ze alsjeblieft in de Q&A. Dan komen we daar in ieder geval op het einde van deze sessie op terug. Naast mij zit ook Julie van Leeuwen, medecoach. Ja, ik ben inderdaad ook coach. En wij komen bij heel veel verschillende organisaties. En bij al die verschillende organisaties horen ook weer verschillende leerculturen. En die ervaringen die wij op hebben gedaan, die nemen we allemaal mee in dit webinar. Nou, hebben wij ons voorgesteld, ook leuk om Good Habits even te introduceren. En dat doen we aan de hand van het volgende filmpje. Hey, vraagje. Ben jij al uitgeleerd? Nee, natuurlijk niet. En dat is hartstikke prima, want er is nog genoeg te leren. Maar hoe vind je de tijd als alles en iedereen schreeuwt om jouw aandacht? Simpel, met Good Habits. Leren wat jij wilt, op een manier die bij jou past. Swipe, klik, kijk een videootje, lees een magazine en doe een test. Waar jij zin in hebt, op het moment dat het jou uitkomt. En de mogelijkheden zijn eindeloos. Bereik meer in minder tijd. Excelleer in Excel. Doe waar je blij van wordt. Scrum als een master. Brainstorm als een baas. Kick af van social media. Of... ontspan meer. Met een training mindfulness. Superleuke trainingen, goed voor jezelf en je werk. Doe er eentje of gewoon allemaal. Oh, en nog iets. Iedere maand komen er nieuwe trainingen bij. Probeer het anders even uit. En pas op, voor je het weet heb je iets nieuws geleerd. Ja, leercultuur, dat lijkt misschien een groot en abstract begrip, want ja, hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Nou, wat ons betreft begint het echt met leren leuk en aantrekkelijk maken en om het voor iedereen ook beschikbaar te maken. Niet alleen voor de happy few in de organisatie. Om eerlijk te zijn, niet iedereen heeft een positieve ervaring als het om leren gaat. En wij willen juist gaan werken aan het creëren van zo'n positieve ervaring. Nou, hoe wordt leren dan leuk? Nou, dat is precies waarom wij verschillende werkvormen hebben ontwikkeld. De een die vindt het leuk om een filmpje te kijken. Weer een ander vindt het leuk om te lezen. Weer een ander zit op meer een tijdnood en die zegt, doe mij maar de samenvatting van dat magazine. En als je het weer een ander vraagt, die zegt van, laat mij maar lekker zelf doen. Met quizjes en testen aan de slag gaan. En lekker op zichzelf reflecteren. Bij ons gaat het erom dat iedereen zijn eigen leerroute bepaalt. Yes. En nog niet iedereen van jullie kent ons. En we kregen veel vragen en ook opmerkingen over wat jullie grootste HR-uitdagingen zijn. En daar vinden we het ook leuk, voor de meesten die ons nog niet kennen, om jullie daar iets meer over te vertellen. Want op basis van die ervaring van die meer dan 1100 organisaties waar wij werken, doen we ook niet overal hetzelfde.
Nee, die bibliotheek met trainingen en tools, die is weliswaar voor iedereen gelijk. Maar de manier hoe we werken als coach, dus door je te begeleiden van een huidige start naar een bepaalde doelstelling, die verschilt eigenlijk voor heel veel organisaties. Dus voor de ene organisatie gaat het echt in hele kleine stapjes van een niet bestaande leercultuur. En bij anderen die al wat verder zijn, ja, daar hoeven we nog maar een paar stappen te zetten om je van die 8 naar die 9 te krijgen. Dus het verschilt heel erg van organisatie. En daarom vinden we het ook belangrijk dat iedere organisatie die met ons werkt een coach heeft, zodat die als een soort bindmiddel kan werken tussen jouw eigen situatie bij je organisatie en natuurlijk ons trainingsaanbod. Maar wat ik wel leuk vind, en stel je vooral ook de volgende vragen. Als we ergens beginnen, dan gaan we niet meteen als een gek tekeer en je die trainingen over de schutting gooien bij je medewerkers. Nee, wat we doen is altijd eerst eens kijken, wat is de startsituatie? Hoe zit de huidige leercultuur eigenlijk in elkaar? En hoe snel kunnen we ook succesvol zijn? Nou, stel jezelf eens de volgende vraag. Als je naar je eigen organisatie kijkt, is het een organisatie die nog vrij traditioneel is, dus waarin leren nog heel erg top-down werkt en de rol van de medewerker vrij passief is? Of zit je al meer aan de rechterkant van het continuum, waarin het vooral top-down niet meer hoeft, maar waarin vooral medewerkers zelf initiatief nemen, dat er behoorlijk wat eigenaarschap is, en jij vanuit L&D of HR vooral hoeft te faciliteren? Dat is vraag 1. Ik weet natuurlijk niet hoe jullie antwoorden zijn, maar op basis van onze ervaring kunnen we heel eerlijk zijn, de meeste organisaties voelen alsof ze nog aan de linkerkant van het spectrum zitten. Nou, dan is het niet game over. Nee hoor, dan volgt er altijd een volgende vraag. Daarna gaan we eens kijken, als je kijkt naar jullie doelgroep, hebben de mensen nou al eigenlijk ervaring met online leren? Is dat helemaal niet? Is digitaal nog alles nieuw? Of is er een bepaalde groep die vanwege privacy of veiligheid toch al wat ervaring heeft met leren op de mobiel of achter het scherm? Stel die vraag ook voor jezelf. Nou, als je de antwoord op hebt gegeven en het in beide gevallen meer aan de linkerkant zit, dan is er nog steeds hoop. Dan is het niet dat als we ergens gaan beginnen, dikke pech en tot over 2 jaar, ga eerst maar eens aan de slag. Nee, want de meest cruciale factor voor succes is eigenlijk hoeveel tijd en moeite wil je erin stoppen. Want we hebben sommige organisaties die zeggen, Tim, we willen gewoon die trainingen, die gooien we over de schutting en we hebben 10.000 medewerkers. Dus als daar 10% mee aan de slag gaat, helemaal prima. En verder willen we niet zoveel aan doen. Maar er zijn ook organisaties die zeggen, nee, wij willen hier succes van maken. We hebben een projectgroep en we willen samen gaan kijken, hoe kunnen we dit verbinden aan de bestaande uitdagingen die je hebt in HR. Dus bijvoorbeeld de training voor, tijdens of na een klassikaal traject. En dat gaat je ontzettend veel opleveren. Dus stel jezelf die vraag, als je met Good Habits begint, heb ik dan ook, al is het maar een klein beetje tijd en ruimte, om er met die coach een succes van te maken. Als we die inventarisatie hebben gedaan, dan is het ook leuk om te zien, en het ziet er hier een beetje wiskundig uit, maar we houden het graag simpel, een direct verband tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt. Nou, hoe bedoel ik dat? Op basis van al die organisaties die jou al voor zijn gegaan met Good Habits, zien we dat je gewoon die accounts aan iedereen kan geven en dat je dan een bepaalde groep mensen al bereikt. Beetje afhankelijk van industrie, branche, kan dat verschillen, maar meestal zit dat tussen de 10 en 33% van de mensen. Stel je voor, je wil verder niks doen aan activatie, maar je geeft iedereen een account, dan zal ongeveer 10 tot 300% vanuit intrinsieke motivatie daarmee aan de slag gaan. Dat is natuurlijk al een mooie stap als je toe wil werken naar een leercultuur. Maar ook wij, Julie en ik en alle andere coaches zijn ambitieus. Dus we leggen de lat liever iets hoger. Nou, dan gebeurt er iets fascinerends. Want wat wij zien, en ook dit is weer super simpel. Als je op een gegeven moment een bepaalde actie plant, dus bijvoorbeeld een training van de maand lanceert, of het koppelt aan de gesprekscyclus of een sessie gaat houden voor jouw ambassadeurs voor leren, bijvoorbeeld de leidinggevende, dan zien we daarna ook meteen een sprongetje in het gebruik. In het aantal mensen dat trainingen gaat volgen. En wat onze contactpersonen vaak een kick geeft, is dus
dat je ook meteen het gebruik ziet toenemen. Nou, en op basis daarvan maken wij met onze organisaties, met onze klanten, een plan van aanpak. Om te bekijken, wat is je ambitie en waar wil je bijvoorbeeld over een jaar staan? Dus let op, dit is maar voor het eerste jaar. Als je meerdere jaren met ons werkt, kun je natuurlijk nog veel meer bereiken. Nou, ook dit kan misschien nogal wat abstract klinken. Maar hoe ziet zo'n plan van aanpak er dan uit? En waar moet je dan naar kijken en wat moet je precies doen? Schrik niet. Je hoeft echt niet al deze letters te lezen. Maar dit is voor ons wel een heel belangrijk document. We noemen dit het kompas. Het kompas wat ons helpt om jouw organisatiedoel te bereiken. En let vooral alsjeblieft even op de kleurtjes. Want zoals ik al zei, iedere organisatie heeft zijn eigen doel. En bovenin, laten we even zeggen de roze balk, zegt eigenlijk, wanneer ben je tevreden? Wat wil je met Good Habits bereiken? Zie je het gewoon als een leuk hebben dingetje? Dat kan, dan zit je meer aan de nice to have kant. Daar is niks mis mee. Maar zeg je, we willen het veel meer verbinden, integreren, want ik wil er gewoon alles uithalen. Dan zou je moeten kijken naar een scenario aan de rechterkant. Dat noemen we de must have. Dus daar begint het mee. Je ziet ook dat daar een bepaald gebruik mee samenhangt. Daaronder zie je eigenlijk de factoren waar we ieder gesprek met jou als coach mee aan gaan werken. We werken graag actiegericht, dus we gaan ook kijken, wat kunnen we doen aan de beheerkant, oftewel techniek, aan de communicatiekant en aan de ambassadeurskant. Heel kort, als het gaat om techniek, ja, we willen natuurlijk dat mensen frictieloos bij die trainingen komen. Dus niet 8-9 kliks voordat ze er pas zitten. Dan haken mensen gewoon af. Communicatie en content? Nou, dan slaan we de handen ineen en gaan we bedenken, kunnen we werken met bepaalde trainingen in de spotlight te plaatsen die voor jou belangrijk zijn? Bijvoorbeeld rondom vitaliteit. Of denk aan een thema als duurzaam inzetbaarheid. Het klinkt allemaal heel abstract, maar als wij daar een paar welbevallige trainingen aan koppelen, dan zie je dat de aandacht voor dat thema toeneemt. Daarnaast willen we ook aan de slag met je ambassadeurs. Jij kan vanuit HR of L&D eraan trekken wat je wil, maar je hebt uiteindelijk mensen nodig die zich verantwoordelijk voelen voor leren ontwikkelen. En dat zijn niet, met alle respect, de gekkies die toch altijd vooraan lopen met leren ontwikkelen, maar dat zijn eigenlijk de mensen die zich misschien in eerste instantie niet verantwoordelijk voelen voor leren, omdat ze in de waan van de dag zitten. En je raadt het al, dat zijn vaak de leidinggevenden, de managers. Dus wat wij doen, Julie en ik, is sessies verzorgen aan managers om ze te leren hoe kun jij in jouw gesprekken, jouw teammeetings, good habits inzetten om ook een leercultuur te krijgen binnen jouw team. Nou, dit is een van de middelen. Vanuit hier moet je ook denken, hoe zien die acties er dan uit? En Julie gaat jullie iets vertellen over de niveaus waarop wij dan met jou aan de slag gaan. Kijk voor alles mee. Ja, wat Tim ook heel mooi vertelt, is hoe meer je erin stopt, hoe meer je er ook vaak uit krijgt. En wij hebben ook gemerkt dat je dat het beste op 3 verschillende niveaus kunnen doen. En die hebben wij weergegeven in ons ITO-model. De ITO-model staat voor 3 niveaus, namelijk het individu, het team en de organisatie. En in dit webinar zullen we jou in die 3 niveaus meenemen. Wat je daaraan kunt doen, hoe je aan die niveaus kunt gaan werken om online leren meer in te bedden in jouw organisatie en ook welke tools daarvoor beschikbaar zijn. Allereerst het individu. Er zijn heel veel verschillende opleidingsbehoeftes, want er zijn gewoon heel veel verschillende individuen. En ja, je ziet hier een slide ontstaan met allerlei verschillende trainingen. En ze pasten niet alle 130 op deze slide. Maar wat wij hopen is dat door zo'n uitgebreide bibliotheek te bieden, dat er voor ieder ook wat wils tussen zit. En dat mensen nieuwsgierig worden van, hey, wat betekent die training, ieder project een succes bijvoorbeeld? Of zo nog een aantal andere voorbeelden. En dat mensen ook gaan kijken van, waarin zou ik een beetje beter willen worden? Is dat misschien wel werkgerelateerd? Of is dat meer op persoonlijk vlak? Hè? Wil ik een betere balans krijgen tussen werk en privé bijvoorbeeld? Elke keuze is goed en iedereen bepaalt dus ook zelf zijn eerste klik. Ja, en wat we ook belangrijk vinden om te zeggen, Julie en ik hebben allebei een onderwijskundige achtergrond, ook lang gewerkt, is leren begint met motivatie, met interesse.
En jullie zei net al, niet alleen die happy few. Nee, als je een leercultuur wil, moet je in ieder geval iedereen de kans geven om vanuit zijn of haar interesse te beginnen met leren. En daarin is het leuk dat je nu een groot aanbod hebt dat iedereen daarmee aan de slag kan wanneer het hem of haar uitkomt en ergens tegenaan loopt in de praktijk. Ja, en daarnaast is het ook een hele mooie mogelijkheid om de basis op orde te hebben. Je hebt in één keer een hele bibliotheek vol met basistrainingen. Om als voorbeeld Lean te noemen. Kijk, Lean gaat pas werken als je dat met de hele organisatie doorleeft. Niet iedereen kan black belt geschoold worden. Dat is waarschijnlijk ook helemaal niet nodig. Maar het is wel heel fijn als iedereen bijvoorbeeld die training Lean doorloopt. Zodat iedereen ook dezelfde vaardigheden een beetje beheerst, zodat je het ook echt kunt gaan toepassen als organisatie. Maar goed, we hadden het over het individu. Het klinkt misschien heel mooi, zo'n enorme bibliotheek en 130 trainingen, dat is fijn en daar zijn wij trots op. Aan de andere kant is dat ook heel lastig, want hoe zorg je er nou voor dat jij bij de juiste training uitkomt? Hè? En daar willen wij graag voor zorgen dat jij zelf daarin de regie kan pakken en ook een beetje geholpen wordt. Nou, dat doen wij met behulp van de GoodScan, jouw persoonlijke studiecoach. Jullie zien op de achtergrond een filmpje draaien en dat filmpje laat zien hoe deze zelftest eruit ziet. Om goed om mee te beginnen is, waarom zou je nou de GoodScan inzetten als je aan een leercultuur gaat bouwen? Ja, dat is echt om ervoor te zorgen dat je iedereen de kans geeft om een spiegel voor te houden. Hè, waar heb ik aanleg voor? Wat vind ik leuk? Waar ben ik gemotiveerd voor? Wat bepaalt mijn grootste groeikans? En op deze manier zie je dat je een hele set aan online trainingen voorgeschoteld krijgt die daarbij passen. Maar dat is eigenlijk nog meer, want hierin worden ook de Big Five en de Great Eight competenties verwerkt. Nou, op welke manieren je de GoodScan allemaal in kan zetten, dat zien wij dat heel divers is. Wij zien van alles ontstaan bij organisaties. Allereerst is het natuurlijk een heel fijn startpunt als je al die trainingen voor je krijgt. En kan je je voorstellen dat het bij de onboarding een heel handig hulpmiddel is. Hè? Iemand die komt bij jouw organisatie werken en die krijgt al die trainingen toegereikt, want jullie vinden leren en ontwikkelen belangrijk. Ja, help diegene op gang. Waar kan die het beste beginnen? Nou, de GoodScan zou een heel mooi startpunt daarvoor kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de HR-cyclus. Daar zullen we straks nog wat verder op ingaan. Hoe kun je nou die GoodScan daarbij gebruiken om ook weer mooie input te genereren? Even terug naar het ITO-model. We hebben het individu gehad, hartstikke belangrijk natuurlijk. Maar hoe kun je nou in teamverband aan al deze trainingen werken? Het zijn tenslotte individuele online trainingen. Nou, omdat het heel belangrijk is dat je ook samen leert, want je weet het, hè, je leert heel veel van elkaar. En het helpt ook ontzettend als je het naar je eigen praktijk gaat vertalen. Nou, daarom hebben wij de workouts ontwikkeld. En met een workout ga je als team aan de slag. Vind je het interessant om een bepaald gesprek op tafel te gooien, dan kun je dat doen met de workout. Je kan je voorstellen, sommige onderwerpen die zijn voor ieder individu interessant, maar is ook juist heel mooi om in teamverband op te pakken. Neem zo'n voorbeeld als feedback geven. Hoe doe je dat dan? Hoe ziet zo'n workout eruit? Die bestaat uit drie fases. Allereerst heb je de kick-off. Neem daar zo'n 30 minuten de tijd voor. Dus pak bijvoorbeeld een dagstart of zoek naar dat moment waarop dat geschikt is. En wij willen zo'n workout laagdrempelig maken. En wij willen dat er geen hele lange voorbereiding vergt. Want het moet klein en laagdrempelig zijn. Daarom hebben wij een aantal filmpjes geselecteerd die je kan gebruiken bij de intro. Dat voorkomt dus dat je een hele lange mondelinge inleiding moet gaan voorbereiden. Hè? Want dat is ook weer lastig om dat heel goed en pakkend te doen. Dus laat een filmpje zien en je zult zien, mensen zijn geraakt door het filmpje of het roept in ieder geval een gesprek op. Ze gaan daarover met elkaar in gesprek. En dat is ook precies het doel. Want in deze fase ga je inventariseren. Ga je kijken hoe iedereen in dit onderwerp staat. Volgende stap is dus dat er een tegeltjeswijsheid wordt geprojecteerd. En dat je met elkaar na gaat denken over een bepaalde quote van iemand of een stelling. Hoe sta jij daarin? Hoe denkt jouw collega daarover? Daarop volgt er een opdracht. Je gaat ook letterlijk met elkaar iets doen. Tweede gedeelte is dat je zelf aan de slag gaat. En dan krijgen mensen een opdracht mee. Namelijk, jij gaat de volgende training doen.
Of ons advies is eigenlijk, maak ook dat weer laagdrempelig en kijk ook echt naar je team. Wil jij dat zij met een volledige training aan de slag gaan? Of heb je alvast van tevoren nagedacht, hey, we gaan een bepaalde les daaruit uitlichten? Die thuisopdracht kun je dus ook weer zo groot en zo klein maken als je zelf wil. Nou, iedereen is aan de slag geweest. Zo'n 2 weken later, dan kom je weer bij elkaar voor de terugkomsessie. Hele interessante fase, want wat ga je hierin doen? Je gaat met elkaar ervaringen delen. Hoe heb jij het online leren, het leren op deze manier ervaren? Wat vond jij fijne werkvormen? Maar ook, wat heb jij uit die training gehaald waarvan je denkt van, god, dat is interessant voor onze organisatie. Kunnen we bijvoorbeeld bepaalde afspraken daarover maken? Of het triggert dit naar een volgende training? Hey, en Julie, zit er dan bij iedere training ook zo'n workout? Ja, bij elke training zit zo'n workout. Ja. Handig. Ja, mooi. Zeker handig. En ook weer een mooi bewijs dat waar vroeger de reflex was, oh, iets gaat verkeerd, we moeten een klassikale trainer voor de groep zetten, merken wij dat er heel veel thema's ook gewoon opgelost kunnen worden door een goed gesprek vanuit de leidinggevende of iemand die graag voor een groep staat uit het team met behulp van deze workouts waar jullie het inderdaad over heeft. Ja. Ja. Dus in teamverband leren, ja, jullie weten allemaal, dat is hartstikke belangrijk. Weet dus dat dat ook mogelijk is met deze individuele trainingen van ons. Dan zijn we bij het laatste niveau aangekomen en dat is de O van organisatie. En ja, wij hebben van tevoren al een aantal doelen voorbij zien komen wat jullie graag willen bereiken door het volgen van dit webinar. En wij hebben er een aantal uitgelicht. Dat zijn namelijk de volgende. Organisatiedoelen die zijn eigenlijk ook weer per organisatie verschillend. En ik vind het wel mooi om te benoemen dat het is niet zo dat je met Good Habits ergens extra aan gaat werken, maar je gaat juist, je hebt een didactisch middel erbij gekregen wat heel mooi bepaalde thema's kan ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de HR-cyclus. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kernwaarden. Kernwaarden staan vaak heel mooi op papier, is goed over nagedacht, maar leven niet altijd in de organisaties. Dat is wat wij een beetje ervaren. Zijn er nou bepaalde trainingen die misschien wel heel mooi die kernwaarden kunnen ondersteunen? En denk er bijvoorbeeld eens bij na, zou dat iets kunnen zijn om aan je onboarding te koppelen? Waar we het net hadden over het individu. Die krijgt die set trainingen tot zijn beschikking. En misschien is de Good Scan wel een heel handig middel. Zou je daaraan toe kunnen voegen van, hey, dit zijn onze kernwaarden. Deze trainingen zijn daar heel mooi passend bij. Neem eens een kijkje daar en help mensen een beetje op weg om door de bomen het bos te zien. En dus ook om een beetje keuzestress te voorkomen. Nou, dan hebben we het thema duurzame inzetbaarheid. Dat is natuurlijk een thema waar we heel veel over horen, maar wat ook wel weer heel abstract kan zijn, want hoe werk je daar dan precies aan? Wij zien organisaties die ook daar weer pijlers in verdelen, als bijvoorbeeld competent zijn, lekker in je vel zitten, vitaal zijn, en zo kan ik er nog een paar opnoemen. En wij als coach vinden het heel mooi om daarin mee te denken van hoe kunnen we nou ook weer dat abstracte begrip wat concreter invullen? Hoe kun je daar ook in teamverband of mensen individueel in laten helpen. Thema's als klantgerichtheid en ook nog de laatste digitale vaardigheden. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie je misschien herkennen in deze thema's, maar misschien zeg je ook van, hey, ik heb een heel ander thema wat binnen mijn organisatie speelt. Hartstikke leuk als je dat laat horen. Zet het vooral ook in de Q&A en dan zullen wij er later ook op terugkomen. Ja, en wat ik hele mooie van jou, Julie, vond is, soms denken organisaties bij starten van, oh, ik heb al 1000 dingen waar ik aan moet werken. En Good Habits is nummertje 1001. Nee, de kunst is juist bij organisaties die het succesvol doen, om Good Habits te gebruiken om al die andere 1000 thema's te versterken. En als je dat doet, nou, dan zien we al heel snel dat die leercultuur een boost krijgt. Ja. Ja, en met name ook een winst is het aan laten sluiten bij die HR-cyclus. Hè? Het met elkaar in gesprek blijven gaan. We hebben een training, het goede gesprek, die op het moment gretig aftrek vindt. En wat wij zien is als ook het leren en ontwikkelen een vast onderdeel is van dat gesprek. Dat gaat enorm helpen. Voorbeeld daarvan is vraag van tevoren om de Good Scan te doorlopen. Dat kost je dus maar 10 tot 12 minuten. Neem die input nou eens mee naar dat gesprek. En je kan je voorstellen dat je daar heel veel samen uit kan halen. Ja. Ja.
Ja, dan hebben we het ook in het begin genoemd, hè, van het moet leuk zijn. Niet iedereen heeft zo'n positieve ervaring met leren en ontwikkelen. En daar willen we wel aan bijdragen. Hoe kun je dat nou doen? Dat is ook gewoon door het te laten zien, door mensen te verleiden om met die trainingen aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we een nieuw middel, dat is de Promo Studio. Nou, je ziet hier een hele vrolijke achtergrond van een bureau. En je ziet dat je online materialen kan ontwikkelen. Je ziet dat je een soort kaartenstandaard voor op het bureau kan maken. Trainingen zie je hangen, posters, trainingen. Ik bedoel natuurlijk die overview van alle trainingen. Dit is een schets die wij hier hebben geplaatst, maar Promo Studio is eigenlijk een middel waarin je je eigen materialen kan gaan ontwikkelen om ook het leren en ontwikkelen zichtbaar te maken. Ja, dus wat Julie mooi toelicht is die learning marketing, dus dat je ook bijna als een soort Nike commercial ook je training een beetje in de etalage moet zetten, zoals een sportschoen. En zo kun je dus ook kijken, thema's die op een bepaald moment hot zijn, dat je die ook aan je medewerkers laat zien. Dat ze snappen, het is interessant om weer eens een keer naar dat winkeltje te gaan om te kijken wat er voor mij in zit. Ja. Wat we eigenlijk hebben gedaan in Vogelvlucht, is je getoond hoe wij normaal een organisatie begeleiden van start naar doel. En dat doen we natuurlijk met het kompas. We doen dat met een plan van aanpak en natuurlijk ook met de krachten bundelend. Dus ook als coach helpen we je om sessies te verzorgen aan managers, aan medewerkers, om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen. Natuurlijk is de basis perfect, want het begint gewoon met een mooie training en met mooie workouts en de good scan. Dat gaat zeker helpen. Maar wat we wel willen zeggen is dat het altijd natuurlijk ook een gesprek is wat je samen moet voeren. En daarom staan we als coach ook voor je klaar. We willen natuurlijk ook nog graag even ingaan op wat vragen in de Q&A. We zagen al een hele leuke vraag voorbij komen. Julie, volgens mij is de moeder alle vragen. Waar je ons ook wel 's nachts voor wakker kan maken. Maar voor de groep die wat minder tijd heeft en door moet, weet in ieder geval dat als je meer wil weten over Good Habits, dat je kan reageren ook straks op dit bericht. Jullie krijgen allemaal natuurlijk dit webinar nog toegestuurd. En je kan natuurlijk je vraag ook gewoon richten op jouw contactpersoon binnen Good Habits. Maar dan, als uitsmijter, de moeder alle vragen, stelt iemand hier de vraag: hoe krijg je collega's enthousiast? Het is namelijk al zo druk op de werkvloer. Nou, dat is waar. Wij gaan hier niet als een stel pipo's zeggen: het is niet druk en je moet gaan leren. Nee, wij snappen dat het begint met overleven, dat mensen in de waan van de dag zitten. En we zijn ook realistisch. Jullie ligt dadelijk nog wat hoe jij er naar kijkt. Maar we snappen ook dat als je zo'n tool hebt, dat mensen geen 10, 20 trainingen per jaar hoeven te volgen. Het gaat erom dat ze op het moment dat ze nodig hebben, dus bijvoorbeeld als ze iets meer willen weten van Excel, of als ze over 2 weken een presentatie hebben, maar er toch inspiratie voor nodig hebben, dat ze dan voelen, ik kan, al is het maar een kwartiertje, kijken naar iets wat mij helpt. En door leren en werken dichter bij elkaar te plaatsen, merken wij bij veel organisaties dat het helemaal niet zo aan het vechten zijn om mensen enthousiast te krijgen. Nee, want we maken samen een plan en we accepteren ook dat mensen ook gewoon druk zijn. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ja, ik merk inderdaad ook, en wat we vaak zien is, tijd is inderdaad wat dat betreft altijd lastig, want het is hartstikke druk. En als je een beetje tijd over hebt, dan besteed je die aan heel veel verschillende dingen het liefst. Daar heb je waarschijnlijk ook wel heel veel invullingen voor. Maar wat ontzettend helpt, is als je gaat kijken van waar hebben mensen behoefte aan? Wat gaat hun letterlijk ook iets opleveren? Als zij toch al aan een bepaald punt willen gaan werken en dat ook met een online training van ons zouden kunnen doen, dan maak je het, dan geef je het een ontzettend veel meerwaarde mee. Dus het stukje tijd zit hem daarin. Het koppelen aan behoeftes die spelen in de organisatie op individueel niveau, team en organisatieniveau. Maar het zit er ook in, het beeld wat mensen hebben van online leren. Als je het gemiddelde medewerker vraagt, die zal misschien ook denken, dat zijn wel dikke boeken die ik dan waarschijnlijk door moet lezen en trainingen die uren duren. En wat wij juist heel graag willen
tellen. En jij noemde ook al de inspiratiesessies. Wij willen juist laten zien dat je dat leren zo groot en zo klein kan maken als je zelf wil. Ja. Dus op het moment dat jij in het openbaar vervoer zit en je hebt even een kwartiertje de tijd, dan kun je een hele inspirerende documentaire kijken. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen van, hey, ik pak even een samenvatting ervan. Op een ander moment zeg je misschien, ik zit lekker thuis op de bank en ik ga daar lekker een heel magazine doorbladeren. Zo bepaal je eigenlijk zelf hoeveel tijd je erin zit, hoeveel tijd je erin steekt en ook op welke manier je graag leert. En dat is volgens mij ook cruciaal bij het leuk maken van leren. Laat niet iemand een heel magazine doorploeteren als die niet van lezen houdt, maar laat hem dan bijvoorbeeld een filmpje kijken, bijvoorbeeld een samenvattend filmpje van dat magazine. Ja, dus je merkt eigenlijk al op het moment dat mensen zelf mogen kiezen, dat ze dat ook minder weerstand hebben. Ja, ik denk dat wat dat betreft dat mensen gewend zijn om meer aan het handje meegenomen te worden van zo gaan we het doen. En dat is misschien ook waar een stukje weerstand in het verleden is ontstaan. En dat als je ze wat meer ruimte geeft, dan zien we dat mensen eraan moeten wennen. Dat ze toch in eerste instantie vaak zo'n hele training doorlopen. En dat mag, dat is natuurlijk ook een eigen keuze. Maar door ook die boodschap weer te blijven verkondigen, haal eruit wat je nodig hebt. En doe dat op een manier die je aanspreekt. Ja. Ja. Komt nog een leuke vraag binnen. Dat is eigenlijk de overtreffende trap. Want net ging hoe krijg je mensen enthousiast. Er komt nu een vraag binnen van even NVG. Hoe ga je om met medewerkers die juist niet willen veranderen? Denk aan vastgeroeste mensen of mensen die hak in het zand zetten zodra het woord verandering valt. Ja. Nou, ik denk dat ik namens ons allebei spreek. Laten we niet omheen draaien. Het komt nooit voor dat er één tool is die meteen 100% van je doelgroep enthousiast maakt. Ik vergelijk het soms ook even met nog toen ik voor de klas stond, was het ook niet dat ik een lesboek op tafel gooide en zei succes en dat iedereen daar dan meteen heel veel van leerde. Nee, het is altijd een mix tussen middelen en mensen. Dus wij zeggen ook, als je begint, verwacht niet dat 100% van de mensen meteen als een malle tekeer gaat. Nee, het is echt zwaankleef aan. Dus wij kunnen een doel stellen, zoals ik net zei, tot die 33%, dan weer 50%. En vanuit daar gaan we meer mensen vertrouwd maken met leren en ontwikkelen. En ja, daar schuwen we eigenlijk geen middelen voor. Want de een die raakt weer geprikkeld door een sessie van ons bij te wonen. En bij een ander die snapt, als die bijvoorbeeld toch al een beoordelingsgesprek heeft of een functioneelgesprek met zijn manager. En die manager vraagt, hey, wil je de goedskennis doen? Dat het gewoon een heel mooi middel is wat het gesprek versterkt tussen medewerker en leidinggevende. Dan is het eigenlijk geen kwestie over, doe je hier aan mee of doe je hier aan niet mee? Nee, dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van afspraken maken daarover. Dus ik denk dat dit ook het maakt dat wij een van de leukste banen ter wereld hebben. We maken ons geen illusie dat iedereen enthousiast wordt van één middel, in dit geval Good Habits. Maar we vinden het wel super gaaf om te zien dat je dadelijk een aantal verrassingen krijgt. Ja. L&D-managers die van tevoren zeiden, nou maar die groep en die afdeling, nee, dat gaat niet werken. En dan kijken we naar een tijdje en dan zien we, hey, vind je niet opvallend dat die persoon die eerst al het hak in het zand zet, dit nu als een van de voorvechters aanjaagt. En dat vinden wij leuk om iedere dag weer te zien. Ja, ik vind het ook altijd wel mooi om te kijken van waarom wil iemand niet veranderen? Wat zit daarachter? En heel vaak is het dat diegene het misschien ook wel heel lastig vindt om online te gaan leren. Heeft hij die ervaring gewoon niet zo? Dus waar je ook ziet, is dat je bij de digitale vaardigheden werd ook als organisatiedoel genoemd, is dat mensen daar gewoon een beetje nog in moeten groeien. En daar kunnen we ze natuurlijk ook bij helpen. Ook daarin kijken we eigenlijk samen van wat heeft de organisatie nodig om met dit middel aan de slag te gaan? Ja. Ja. En maak het ook praktisch. Hè? Bijvoorbeeld iemand die veel met Excel werkt, maar daar nog wat in wil groeien, die bijvoorbeeld niet dagelijks een draaitabel maakt, maar wel heel graag wil weten hoe die dat moet doen. Die gebruikt Good Habits eigenlijk als een soort zoekmachine om dat even op te zoeken. Dus maak het ook praktisch. Maak diegene ook onderdeel van de verandering. Zet hem ook aan het roer. Wij gaan niet vertellen hoe diegene moet werken, maar daar heeft hij juist ook zijn eigen aandeel in. Ja. Dit zijn de mooie vragen. Er zijn natuurlijk ook praktische vragen. Er komt er eentje binnen en die gaat over de vraag, kunnen externen ook gebruik maken van Good Habits? Dus buiten je organisatie. Daar zouden we even naar moeten kijken, want wat we eigenlijk altijd zeggen, we werken natuurlijk vanuit organisatieniveau. Maar mensen die jij ziet als binnen je organisatie, dus freelancers of
tijdelijke mensen, die mogen natuurlijk altijd gebruik maken van de trainingen. Echt buiten de organisatie en van Jan en alle man. Dat lijkt ons niet de juiste weg. Dat is ook een beetje gek voor je eigen dashboard om dan te kijken, zijn we op de goede weg? Dus mocht je daar iets meer over willen weten, leg alsjeblieft even het contact, want dan wil ik graag iets meer weten over je precieze vraag en de achtergrond van de vraag die je dan ziet als externe. Dit is het voor nu. Wij vonden het heel leuk om je wat meer te vertellen over hoe wij naar leerculturen kijken en hoe wij daar dag in dag uit organisaties bij helpen. Hopelijk ben je ook geïnspireerd geraakt door de praktische middelen die Julie heeft laten zien, die mensen ook weer aan het leren kunnen krijgen. Wij danken jullie heel erg voor jullie aandacht. Wij nodigen natuurlijk iedereen uit om een testaccount van Good Habits aan te maken, om het dus met eigen ogen te zien. En wil je hier meer over weten, neem vooral contact met ons op. En misschien ook wel een mooie, als je nou net hebt gedacht van, of er popt laat nog een idee op van, hé, dit is eigenlijk een thema wat bij ons speelt in de organisatie. Zou Good Habits daarbij kunnen helpen? Ja, wij vinden het hartstikke leuk om ook daarin mee te denken. Dus ook vrijblijvend vinden wij fijn om daarin mee te denken. Ja. En dat geldt ook voor de andere vragen natuurlijk, mocht er later iets te binnen schieten. Nou, dank jullie wel, kort maar krachtig. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. En voor iedereen alvast heel veel leerplezier gewenst. Tot kijk!